Nou, hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. En vandaag zijn we in... Frankrijk. Duco gaat ons nu even een rondleiding geven over de camping. Yes. Nou, zoals je daar net zag op de berg, daar is Embrun. Dat is het dorpje waar we zijn. Dit ligt er een beetje buiten. Maar het gaat daar niet over. We gaan lekker over de camping lopen. Dus loop lekker mee. De receptie. Hier de plek waar nog vele battles zullen uitgestreden worden. De shirt opbaan. Je weet wel, er zullen nog veel strijden worden uitgestreden. Hier is het restaurant. Altijd op de laatste dag van de vakantie, dan gaan we daar lekker eten. Eerst het toiletgebouwtje. En als je dan doorloopt naar boven, dan komen we zo bij het zwembad uit. De plek waar we heel veel tijd gaan doorbrengen hier. Daar loopt de zoon van de baas, met allemaal kinderen. Gelukkig kunnen we het er allemaal uitknippen straks. Dozen, ruimtes. Hier is het zwembad. Ofwel piscine, zoals ze dat in Frankrijk zeggen. Een kleine speelbaan voor de kids. Een klimrek. Met hierboven een glijbaan, pannenkooi, geval. Dan gaan we deze kant op. Want ja, dat moet zoals op het bord staat. Een kleine sfeerimpressie van de hele camping. Hier heb je ons toiletgebouw. Hier de afwas, douchen, naar de wc. En daar is de wandelroute naar Baratier. De plek waar altijd brood gehaald werd. Maar helaas is de bakker failliet. Dus dat is jammer. Dus daar hoeven we niet mee heen. Nu halen we lekker altijd dikke unit broden bij de Super U. En nog meer huisjes. Dan is het al bijna zo ver. En dan, jawel, als je recht voor je kijkt, dan zien we ons prachtige plekje. Met de caravan en de tenten en de mini. En de was. En Pepper. En papa. Nou, dit was de tour. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. We gaan jullie nog meenemen op de rest van onze avonturen in Frankrijk. Het wordt episch. Doeg! Moment daar dat we even lekker gaan zwemmen en genieten van het mooie weer. Dan moet jij er eigenlijk ook met een spectaculaire duik in gaan, hè? Hij is ontvallen. Nee, je moet er daarin gaan. Gooi je de bal wel. Goedemiddag. Vandaag gaan we de berg op. Eindelijk. Yes!
Hoi. Hoi. We zitten nu in de skilift. Zoals je kan zien. In Les Or, inderdaad. En dit is 's winters een wintersportgebied. Maar zomers een, ook een fiets mountainbike gebied. Dus heel sportief. Sportief dorpje. En toeristisch. Kijk, dit lijkt op een mountainbikebaan, maar het is een skipiste. Het lijkt op een skipiste, maar het is een mountainbikebaan. Je ziet hier ook de mooie mountainbikepaadjes langslopen. Ja. Heel erg mooi. En je zou denken hoe hoger hoe kouder, maar best wel lekker warm in de zon. Het is heel warm. Nou, we zijn net via deze lift naar boven gekomen. En nu gaan we een klein stukje lopen. En dan gaan we naar de volgende lift. Dan gaan we naar het hoogste punt. Check. Mijn schoenen zijn nou alpengrijs. We zitten op dit moment in stoeltje nummer 26 in de tweede lift. En thans passeren wij de boomgrens, zoals je daar in de verte kan zien. Zoals jullie allemaal weten ligt de boomgrens op rond de 2000 meter. Zeg maar tussen de 1800 en 2200 meter. Dus ik gok dat dit zo'n 2050 meter is ongeveer. Straks op de top staat dat is gewoon twee keer de Amsterdam Arena. Dus dit is een bijzonder moment. En het is nog steeds lekker weer. Vooral warm ook. Ja, zo'n jazz. Kijk toch, wat een uitzicht. Daarachter ligt een brun. En daar bij de lelijke flats. Zie ik het goed? Nee. Daar. Dat is Les Or. En Embrun, waar ligt Embrun dan? Dat is gewoon al die huizen achter. Oh ja. Bij het meer. Ja, naast het meer inderdaad. Nog doen. Nou, we staan nu dus boven op de berg. Achter mij zie je een pistambouli en hier een hele berg met sneeuw. Dus we hebben plastic zakken mee en dan gaan we naar beneden sleeën. Goed man! Nou, poehee, dat was leuk. Ik ga nu een stukje van Duco's Snapchat erin monteren. Dus jullie kunnen zien van dichtbij hoe het ons afging op de kleine sneeuwschans. Het was echt heel leuk. Maar ook koud en nat. Ja, kijk op kont. Ik zie het niet. Oh. Ik had dit langer vol dan jij, George.
naar de lelijke hotels. Ja. Raap, dat ding ligt er maar op te chillen. Lekker op de steen. Nee. Ook hier in Frankrijk kunnen we gewoon even langs Heel Jochem. Ja. We naderen nu het eindstation, namelijk Les Ors, met de eerder al benoemde lelijke flats. Dit dorp is dus eigenlijk alleen maar toegericht op toerisme. Vandaar alle mooie resorts. Net geeft, was er nog een lelijk resort. Geeft echt sfeer aan deze stad. Nou, we zitten weer in de auto hoor. En ik ga nu zo even een stukje filmen van de zogenoemde knikkerbaan. Gewoon een weg door de bergen die helemaal woe gaat. Goedemorgen, het is zaterdag 9:15 en vandaag gaan we naar de markt in Embrun. Lekker! Broodje gehaald bij de bakker. Met Duco. En de rest. En de rest. Koen is hier ook geweest. Wouden met geiten. Serieus? Dat is helemaal nooit opgekomen. Is het dan maar een huis? Lekker kerstjes gekocht. Oh nee. Even wachten totdat Douwe eruit komt.
denk ik kan dit toch niet. Doe jij maar. Nee, maar ik kan het toch niet. Hey, George. Hey, chaos. Nu zie ik het water ook niet meer. Nu moet je zeggen dat we daarop gaan staan. Hoi allemaal. Het is nog steeds zaterdag. En Lingert moet heel nodig plassen. Ik moet heel nodig plassen. En we hebben net, zijn bij de Decathlon geweest. Het was echt kut. Want eigenlijk heeft alleen Bo een broekje gekocht. Nee, en Douwe en Bo. Ja, we hebben ook best wel veel dingen gekocht. Ik niet. Maar we moesten wel fucking ver rijden. En nu staan we de terugweg in de file. Echt de hele terugweg al. En de enige die er per se vandaag heen wou, was... Ja, we zitten gewoon midden om 2 uur in de auto voor alleen de Decathlon. Ja, maar niet uit. Uit. Want het is vakantie en de tijd zat. Kijk het meer. En ze hadden gratis. We rijden nu langs het meer. En de snelheidskamer. En dat is dus nogmaals de Pic Mourgon. Pic. Goed uitgesproken. En daar gaan we. Wat gaan we daar doen? We gaan bier drinken. Ook onder andere. Ja, neem een biertje mee. Een goldstrakje. Nee, we gaan er gewoon op klimmen en daarna gaan we weer naar beneden klimmen. Nou, dat klinkt dus ook weer als net zo'n goed idee als naar de Decathlon gaan. Ja. Gewoon ondankbaar kutwerk eigenlijk. Dus je moet zien als net als voetbal. Je haalt de top, dan ga je weer naar beneden. En voetbal, je schiet de bal net, je haalt hem weer uit en je gaat weer opnieuw beginnen. Alleen dan gaan we niet meer opnieuw naar boven. Bedankt voor deze sportmetafoor. Alsjeblieft. Wauw. Wauw.